Ahoy landrotten, ik sta hier te wachten op familie Donderbus. Wanneer komen ze nou eens een keer naast mij wonen? Ik heb best wel leuke buren, maar piraten als buren, wie wil dat nou niet? Nou, in De Piraten van Hiernaast overkomt Michiel het. Ineens als hij wakker wordt, staat er een piratenschip naast zijn huis. Keurige buurt. En ineens is daar familie Donderbus, de piratenfamilie. En Michiel wordt vrienden met Billy, de piratenzoon. En samen beleven ze echt te gekke avonturen. Michiel is hartstikke blij met zijn nieuwe piratenburen. Maar de rest van de buurt, die vindt die piraten maar niks. Ze hebben allemaal vooroordelen over piraten. Maar daar gaan Billy en Michiel samen verandering in brengen. Deze serie van schrijver Reggie Nauws is echt top. Je kunt via de Luisterbieb en ook via de e-book app nog veel meer boeken van Reggie Nauws downloaden. Allemaal vol spanning en avontuur. Nog een leuke inside information over Reggie Nauws. Hij woont in Uden, dus het is een echte Udense schrijver. Leuk om te weten. Ga zijn boeken downloaden, ga ze lezen en beleef avonturen samen met Donderbus. Ik blijf op de uitkijk staan totdat ze eindelijk eens een keer naast mij komen wonen. Spotten jullie met me mee? Heb je een heel gaaf e-book of luisterboek gespot? Laat het dan weten in de comments hieronder, zodat we elkaar mooie tips kunnen geven. Dag!